gigantisch goede dag, dames en heren. Ik word professioneler. Ik vind dat best wel een goed idee. En normaal is het meer dan ik gedaan heb. Ja, het eerste wat ik eventjes wil vertellen is dat het kanalen beoordelen idee, het is niet mijn idee, oké? Dus je hoeft niet aan mij te vragen of jij hetzelfde kan gaan doen wat ik doe, want... Even voor de duidelijkheid, heel erg veel mensen doen dit. En ik ben absoluut niet de eerste en ik ben ook niet de laatste die het gaat doen. Dus als jij ook gewoon wilt kanalen beoordelen, dan moet je dat gewoon gaan doen. En dan moet je absoluut niet aan mij vragen of je dat mag doen. Ik vind het wel super schattig dat mensen het doen, though. Ik vind het wel heel lief. Maar het hoeft echt niet, voor de duidelijkheid, oké? Nou, met dat gezegd hebben we... Ja, in de comments staat wat je moet doen om zelf aan de beurt te komen. En dan gaan we nu even naar de eerste paar kanalen kijken. Oké, als eerste kanaal hebben we Justine. Oh mijn god, de zon schijnt echt in mijn gezicht. Tering. Oké, anyways, Lutjesteen. Ik ken hem al een poosje trouwens. Ik kende hem al voordat hij de 100 had. Ja, je kanaal is niet heel erg snel gegaan, though. Je zit nog steeds rond de 100 inderdaad. Volgens mij ben je ook een poosje inactief geweest. Althans, ik heb je een hele poos niet meer gezien. Je upload wel nog gewoon, oké. Dus je upload Let's Plays. Ja, je bent wel echt zo'n game kanaal, denk ik. Kijk, hier heb je Twitter, Google+, daar staat alles in orde, dat is tof. Wat ik wel zie is dat je inderdaad heel weinig uploadt. Even kijken, 1 keer in de week zo te zien, hè. Ja, in principe 1 keer in de week, maar hier upload je dan weer een week overgeslagen of zo. Ik zou sowieso wel even blijven uploaden. Ik bedoel, 1 keer in de week is al weinig, maar als je dan ook nog eens 2 weken overslaat. Ja, probeer gewoon blijven te uploaden, oké? Thanks. Laten we even naar een van je video's kijken. Als we het zien is het Mario Kart. Ik kan je sowieso al vertellen dat niet heel erg veel mensen geïnteresseerd zijn in Mario Kart. Ik snap het als jij het misschien leuk vindt, dat snap ik echt wel, maar... misschien is het handiger om te spelen wat veel mensen spelen. Maar I don't know, misschien mis ik een hype en is het helemaal een ding. I don't know, we gaan even kijken wat dit precies is. Is dat je zus of... Sorry hoor. is dit een collab of wie is dat? Ik heb het waarschijnlijk gemist, ik moet even de intro kijken. Ik ga lekker Mario Kart spelen op een Nintendo Switch en ik ga haar helemaal inmaken. Nou ja, je gaat er in ieder geval in maken. Maar ik weet nog steeds niet wie het is. Maar dat kan ik misschien over het hoofd zien. In ieder geval. Zover ziet het er goed uit. Het ziet er goed geëdit uit. Hier gewoon de randjes gedaan. Gewoon een leuke intro. Over het algemeen heb je 10 minuten video's. Dat zijn prima tijden. Alles ziet er in principe goed uit. Ik zou je alleen wel aanraden om bijvoorbeeld wat spellen te spelen die wat beroemder zijn. Die wat vaker worden gespeeld. Puur omdat het feit dat niet heel erg veel mensen dit gaan kijken. Omdat niet heel veel mensen het spelen. Dus als je bijvoorbeeld... Stel als zou je gewoon Minecraft doen. Denk ik al dat het een stuk beter zou gaan. Maar je kan natuurlijk ook Fortnite of iets doen. Ik weet niet op wat je speelt. Volgens mij was dat op Nintendo Switch. Dus inderdaad dan heb je ook gelimiteerd wat je kan spelen. Dat klopt inderdaad wel. Maar hier speel je volgens mij de Sims. En de Sims kan wel op PC. Dus volgens mij heb je wel een PC. Dus ik zou wel wat populairdere games gaan spelen. Anyways, even je aboutpage bekijken wat daar precies te vinden is. Dit is perfect. Dit is wat ik altijd zeg. De belangrijke informatie, spaties ertussen en sterretjes. En dit is exact wat je hebt gedaan. Dus dat vind ik fijn om te zien. Leuk dat je kijkt naar mijn kanaal. Mijn naam is Lutjesteen, 14 jaar oud. Wat ik momenteel upload. Maandag, vrijdag een nieuwe video. Dat is trouwens niet helemaal waar, Justine. Maar oké, goed streven. Abonneer en liken, helemaal gratis, zeker weten. En notificatie staat aan, oké, dat is tot nu toe waarschijnlijk een van de beste beschrijvingen die ik heb gezien. Misschien hier custom smileys doen in plaats van alleen maar sterretjes, maar ik ga er niet over klagen, ik vind het perfect. En je hebt hier ook gewoon Twitter en Google+. Dus helemaal niks om te klagen, bro. Dat is ook al bijna 4000 weergaven op je kanaal, dus je doet het goed. En mijn enigste tip is, probeer echt gewoon wat vaker te uploaden, consistent te uploaden. En als je dan toch uploadt, om te proberen iets te uploaden wat meer mensen kijken, weet je. Dus geen Mario Kart, maar, I don't know, Sims, wat je inderdaad ook doet. Sims wordt al meer bekeken dan een Mario Kart. Dus dat is iets om in gedachten te houden. Sowieso vind ik je design wel top. Het past in ieder geval heel erg goed bij elkaar. De banner kan wat beter, hier met de uitgeknipte lijnen. Misschien om jouw overlay dan bijvoorbeeld met een andere kleur te doen of iets. I don't know. Ik ben geen designer. Maar het is voor jouw niveau waar je nu op zit, is dat helemaal prima. En nee, dat bedoel ik niet kut met jouw niveau. Maar ik bedoel van, weet je, als je 3 miljoen abonnees hebt, dan zou je wel wat beters moeten hebben. Maar voor nu is het prima. Dus ja, op naar het volgende kanaal. Oké, YouTuber Dutch is ook een poosje aan het vragen. Hij is... Ja, ook al best lang bij mijn kanaal. Niet heel erg actief, though. Maar ik zie hem redelijk vaak, dus dat is gezellig. Hartstikke leuk. 418 abonnees zie ik. Ik vind het sowieso heel erg vervelend dat ik op video's moet klikken om jouw uploads te zien. Dat hebben sommige mensen. Ik vind dat echt scheidvervelend. Ik ga zo uitleggen wat ik daarmee bedoel, maar... Oké, hier zijn je uploads. Never mind. Heel veel mensen hebben soms dat hier niet uploads staan. En dan moet je naar video's toe om het te kunnen zien. En dat is heel irritant. Maar je hebt het hier dus gewoon staan. Alleen dan wat lager.
Ja, dus je uploadt niet heel vaak. Dit is 2 weken geleden, 4 weken geleden, 1 maand geleden. Dus hoe ik het nu zie, upload je ongeveer 1 keer in de 2 weken, wat natuurlijk veel te weinig is. Laten we zeggen dat het minimum 1 keer in de week is. Maar het liefst om de dag of iets, dat is eigenlijk het beste. Dus je uploadt niet vaak genoeg. Ja, hier zo zie je dat Femke Louise in je titel het goed doet. En dus ja, en trailers ook. Ik snap niet waarom je 2 trailers achter elkaar uploadt. Dat is een beetje weird. Maar goed, ja, ik kan ook er nog niet helemaal uitkomen wat precies jouw content is. Wat ik wel zie is dat een klein beetje clickbait jou heel erg helpt. En dat is helemaal niks mis mee. Ik zie dat als je bijvoorbeeld een video maakt over een wat meer trending topic, zoals Femke Louise, dat het gewoon wat meer views krijgt. Dus ik zou dat gewoon zeker blijven doen. Ga het niet helemaal leeg persen, ga niet alleen maar Femke Louise video's maken, maar blijkbaar vindt jouw publiek dat dus het leukst. Dus ga daar gewoon op inspelen en blijf dat gewoon wat meer doen. Ik zou je sowieso ook aanraden om in ieder geval de uploads bovenaan te zetten en de popular uploads onderaan. Want als je dan iets nieuws uploadt, dan kunnen ze het sneller zien als het ware. Maar genoeg gehaald, laten we even kijken naar wat het is. Oh, dat heb ik al gezien inderdaad. Kijk, als de kracht ontwaakt. Wat is het? What the fuck? Nee! What the fuck? Oké, nou, een soort van een trailer dus, inderdaad. I don't know wat dat is. Je hebt er in ieder geval aardig wat editing tijd in gestoken. En je beschrijving is erg kort, zo te zien. Maar ja, je hebt er in ieder geval aardig wat tijd in gestoken. Dat zie je zeker wel. Ja, ook best wel wat views. Dus ik ga hier niet over klagen. Maar ik ga je wel vertellen dat ik niet echt snap wat het is. Je bent gewoon heel veel drakenballen aan het gooien. God damn it. Oké, voor de rest. Ja, zou ik lekker doorgaan wat je nu aan het doen bent. At the moment zou mijn enigste tip zijn om echt de uploads en de popular uploads om te draaien. Zodat je sneller kan zien wat je net hebt geüpload. Voor de rest heb je hier gewoon je vrienden neergezet. Ik sta bij je gerelateerde kanalen. Help. Je banner vind ik best wel leuk eigenlijk. Normaal gesproken zou ik zeggen dat ik het geen goede banner vind. Omdat het heel erg irrelevant is. Het heeft niks te maken met je kanaal. Alleen dan dat je naam erop staat. Maar het geeft wel een lekker chillax sfeertje. Dus ik vind dat wel tof. Alleen je profielfoto moet je echt iets aan veranderen. Al is het de achtergrond een beetje gelig maken, zodat het wat meer past bij je banden, maar dit vind ik een beetje skip. Maar dat is mijn mening, kunnen meningen uiteraard over verschillen, dus daar ga ik verder niet op in. Maar dat zou ik persoonlijk even aanpassen. Een logo en een banner die bij elkaar passen vind ik persoonlijk altijd wel chill. Even kijken, je beschrijving. Ja, ik maak video's, dat is het wel zo'n beetje. Oké. Nou, prima. Ja, zoals ik al een aantal keer heb gezegd, is je hoeft nooit echt een serieuze beschrijving te hebben als je niet een serieus kanaal bent. Ik ben er niet helemaal over uit of je jezelf een serieus kanaal noemt. Maar tot nu toe denk ik dat je een klein beetje een troll bent die het zichzelf niet te serieus neemt. Dus dan zou ik ook niet te veel gaan whinen over een serieuze beschrijving. Want het zou best raar zijn als een fucking iDubbbz met een of andere serieuze beschrijving aankomt, snap je? Dus, maar goed, neem je jezelf nou wel heel serieus, probeer even je beschrijving wat uit te breiden. Maar voor de rest vind ik dit helemaal prima. Je kan hier trouwens ook je Twitter neerzetten, hè? Ik weet niet of je dat weet. Maar dan kan je even je Twitter en Instagram en zo promoten. Ik weet niet of je dat hebt, want het staat er niet bij. Maar dat kan dus hier. Even een tip mocht je dat nog niet weten. In ieder geval, naar de volgende kanaal. Ja, dit is Xevo. Ik ken je al een poosje, man. Ik zie je voornamelijk bij de kanalen beoordelen video's. En wat me opvalt is dat je eigenlijk al een hele poos niet meer aan het uploaden bent. Maar toch vraagt om een beoordeling. Wat ik best raar vind. Want als je niet aan YouTube doet, waarom wil je dan een beoordeling? Die logica vat ik niet helemaal, dus dat mag je me best even uitleggen in de comments. Ik ben benieuwd. Maar laten we het gewoon even hebben over wat je tot nu toe wel hebt gedaan. Ondanks dat je nu dus inactief bent, zo te zien. Ik vind je banner heel tof. Oprecht heel erg tof. Ik weet niet of je hem zelf hebt gemaakt. Misschien leuk om nog Instagram en zo toe te voegen hier zo. Maar voor de rest ga ik hier niet over klagen. Ik vind het echt een hele toffe banner. Je logo ga ik ook niks over zeggen. Ik vind het heel erg tof. Ik vraag me alleen af of het van internet is. Het ziet er zo tof uit dat het misschien van internet kan zijn. Dus dat weet ik niet helemaal zeker. Dus ja. Vertel het me maar in de comments. Is het van internet of niet? Zo ja, dan is het misschien tof om het te customizen. Maar als je het zelf hebt gemaakt, dan echt props. Want ik vind het echt heel erg tof eruit zien. En ja, laten we dan nu eigenlijk je enigste video kijken tot nu toe. Het is een prank al, dus ik ben benieuwd. Ik heb hem wel een keer gezien natuurlijk. Zo weer een poosje geleden, dus ja, even kijken. En mijn YouTube bugt weer eens een beetje. God damn it. Oké, let's go. Ik zie dat u een fiets op kapazen hebt staan. Of... God, ik vind het altijd zo erg om te zien, hè. God, wat doen jullie? Ja, ik was aan het rondkijken.
Oh, nee, dit is zo erg. Die man die denkt echt van, what the fuck doen jullie? En jullie zeggen, oh god, ik kan hier niet tegen. Ik ga het niet kijken, want... Oh, ik kan er echt niet tegen. Niet dat het slecht is, absoluut niet. Maar, god, prank calls. Nee, man. Niet mijn type of content. Ik kan er gewoon niet naar kijken. We gaan wel even naar je kanaal trailer kijken. Misschien kan ik dat wel handelen. Hallo. Ik ben Xander. Op mijn nieuwe... Heel erg veel hallo's. Goed gered. En video's, sketches, challenges en... Oké, het is gewoon zo standaard. Het is een beetje standaard, zoals ik al zei. Maar je hebt het goed geëdit. Je hebt gewoon alle informatie erin. Dus het is gewoon een goeie. Het is niet heel erg origineel, maar dat maakt niet uit. Deze thumbnail is trouwens wel een heel stuk beter dan deze. Ik weet niet of je zelf je design doet of dat iemand anders je design doet. Maar als je nog twijfelt welke thumbnail je moet gebruiken, deze is beter dan deze. Ondanks dat ze beide niet heel slecht zijn hoor. Maar deze is obviously met paint een beetje gemaakt en deze niet. Dus ja. Even kijken bij je about page hoe dat er allemaal uitziet. Hallo, ik ben Xander en ik vind het leuk om video's op te nemen. En ik edit vooral sketches, grappige dingen opnemen. Oké, volgens mij klopt die zin niet helemaal. Gaat aan mij liggen. Doelen, 20 subs, 50 subs, 100 subs. Dat is best wel tof om te doen. Inderdaad, je subgoals hier neerzetten. Maar goed, je hebt al bijna je tweede goal gehaald, dus dat is tof. Reden inactiviteit, geen ideeën. Oh, gelukkig kijk ik dit nog even. Dus je bent inactief omdat je geen ideeën hebt. Laten we even naar je homepage gaan. Wat je tot nu toe hebt geüpload zijn prank calls, dat kan je altijd blijven doen. En zoals je in je intro hebt gezegd, ik upload challenges en sketches. Ga lekker naar buiten en maak een sketch, toch? Dat kan niet zo moeilijk zijn. Fortnite is hip. Doe een Fortnite in real life, I don't know. Doe een praatvideo over je inactiviteit. Of vraag je kijkers wat hun willen. Je bent nog maar net begonnen, maar je hebt al best veel mensen die naar je kijken. Dus ja, waarom doe je moeilijk? Maak gewoon een video waarin je het hun vraagt. Of, I don't know, maak een Discord server en maak daar een video over. Van, ik heb een Discord server. I don't know, er valt echt van alles te doen. Als je net bent begonnen, zijn mensen nog niet zo kieskeurig over wat je uploadt. Dus maak daar gewoon gebruik van en enjoy dat je eigenlijk een beetje kan uploaden wat je maar wilt. Dus ik zou zeggen, waar heb je zin in? En doe dat, like honestly. Het gaat er niet echt om wat kijkers nou precies willen. Want als kijkers echt iets bepaalds willen, dan hoor je het echt wel in de comments. En tot nu toe heb je dat nog niet gekregen. Dus ja, doe gewoon lekker wat je zelf wilt, bro. Dus dan kom je er wel. En dan Kolinka, het laatste kanaal van vandaag. Hij staat dat hij live is, maar ik heb al gecheckt, hij is niet meer live. Dus ik weet niet waarom het er staat. Heel vervelend. Eén weergave? What the fuck? In 13 minuten. Dat moet wel een beetje pijnlijk zijn als niemand is komen kijken. Maar ja, niet iedereen heeft vakantie nu, hè. Dus dat moet je ook je gedachten houden. Anyways, over het algemeen zijn je views best wel goed. Rond de 70, dat is best wel ziek. Helemaal voor als je 200 abonnees hebt. Ik zat toen die tijd denk ik rond de 100. Dus je zat er niet heel veel onder. Dat is heel erg tof om te zien. Voor de rest vind ik je thumbnail-stijl, dat moet ik je echt props voor geven. Ik vind dit echt super tof. Het is echt een beetje een Mindtopia-landschap. Heel erg fady. En dan een leuk tekst met emoties bij. I don't know. Het is volgens mij niet heel origineel, maar ik vind het wel echt heel erg tof. En zo te zien werkt het. Dus ik zou echt zeker dat blijven doen. Alleen misschien wel iedere keer een iets andere achtergrond in plaats van altijd dezelfde. Maar goed, dat moet je zelf weten. Kijk, we hebben weer dus een website. Dus even kijken wat dit is. Ik hou ervan als mensen een website hebben. Ik ben altijd nieuwsgierig wat het is. Dus we gaan even kijken wat het is. Het laat wel een beetje langzaam. Dus er is kans dat hij het helemaal niet doet. Nee. Nou goed, hij laat bij mij niet. Helaas. Misschien als hij het wel weer doet of zo. Laat me weten in de comments. Dan ga ik even kijken of hij het zo meteen doet. We gaan zo eventjes je video kijken. Ik ga eerst even naar je about page. Kijk dit nou. Dit is lang. Voorstellen. Hallo en leuk dat je een kijkje neemt op mijn kanaal. Je kent me vast nog niet. Ik heet Colin. Wat ik upload. Dus je hebt alles wel goed neergezet. Je social media, wat je uploadt, wie je bent, wat je doet, waarom je het doet. Dat is tof. Waarom zit je social media trouwens niet gewoon hier? Je kan je Instagram en Facebook en Twitter kan je gewoon, net als in je website, gewoon hier in je banner zetten. Dat is sowieso iets wat ik zou doen. Voor de rest heb je echt alle details erin gezet. Ik vind de streepjes een klein beetje verwarrend. Het zijn er heel erg veel. Dus misschien een paar streepjes weghalen. En een paar meer smileys ertussen doen. En ietsjes minder spaties. Want het wordt nu wel een hele lange beschrijving. Terwijl je eigenlijk niet heel erg veel vertelt. Maar de pluspunten zijn dat je het wel redelijk overzichtelijk hebt gehouden. En dat alle belangrijke informatie erin staat. Dus dat is dope. Voor de rest vind ik je banner echt insane cool. Ik hou van dit soort dingen. Ik vind het echt awesome. En je logo past er ook weer perfect bij. Dus dat is echt... dat is insane. Deze moet je houden. Deze vind ik echt tof. Even kijken wat dit is.
hoe je livestream. Yo, dames en heren, mijn naam is Colin. Vandaag ga ik een... Oh, het is geen livestream, het is een video. God, ik ben zo dom. Level check doen. Oké, jij hebt wel zwarte balken. Dat moet je even in je OBS fixen. Dat is, zijn tutorials voor. Ja, je hebt meerdere manieren hoe je het kan doen. Je kan het in YouTube, kan je... ja, JT, dubbele punt stretch of zo intypen, dan wordt het groter. Je kan in OBS, moet je even je goede dingen intypen, zodat er geen zwarte balken meer zijn. Maar wat het doet, zeg maar, je OBS die denkt dat je monitor zo groot is, terwijl die eigenlijk groter is, waardoor een deel niet wordt opgenomen. Dat is dus zwart. Ik had er vroeger ook last van, maar zoek even een tutorial op. Het zorgt er echt voor dat het veel beter uitziet als die zwarte balken weg zijn. Je hebt in ieder geval wel een goede mic, een beetje zacht. Misschien horen jullie het niet zo goed. Maar ja, check zijn kanaal maar uit. Zijn mic is best goed. Je hebt wel een beetje lag. Dus ik zou twee dingen doen. Probeer iets meer, nee, drie dingen eigenlijk. Probeer ietsjes meer te editen. Even een muziekje op de achtergrond. Je hoeft niet heel veel te editen. Ik zou proberen toch even een, die zwarte balken weg te werken. Kleine moeite. En ten derde, probeer je lag te fixen. Al is het door je render distance omlaag te doen. Het helpt allemaal. Dus ja, probeer een van die dingen. En probeer het zo, hopelijk te fixen. Want volgens mij kan je het wel. Het moet gewoon nog even eruit blijken. In ieder geval, jij was het laatste kanaal. Dus tof dat je meedeed. En op naar de outro, I suppose. Oké, hartstikke bedankt voor het kijken. In de beschrijving, niet in de beschrijving, godverdomme. In de comment sectie heb ik altijd zo'n mooi berichtje met wat je moet doen om ook aan de beurt te komen. Je moet gewoon even een likeje droppen, even geabonneerd zijn en vragen of je ook aan de beurt kan komen. Voor de mensen die al heel erg lang aan het wachten zijn, ik doe er 4 per week, dus dat kan de reden zijn waarom het zo lang duurt. Is het ook leuk om weer eens een kanalenbeoordelen stream te doen, zodat we wat meer mensen aan de beurt kunnen laten komen. I don't know, laat het maar weten. In ieder geval bedankt voor het kijken en... Ik zie jullie wel.